Goedemiddag allemaal. Vandaag hebben we het over leren en professionele ontwikkeling. En in deze sessie horen we van Wikimedia over een interessant nieuw samenwerkingsproject met OCLC om bibliothecarissen meer te betrekken bij de Wikipedia community. Hebben jullie zin om wat nieuws te leren? Goedendag iedereen, ik ben Steph Harmon en ik werk in Seattle met het WebJunction team van OCLC Research als Program Design en Development Manager. Een gemeenschappelijke doel van zowel bibliotheken als Wikipedia is om kennis vrij beschikbaar te maken. Als onderdeel van ons werk om bibliotheken te ondersteunen, heeft OCLC samengewerkt met Wikipedia en de Wikimedia Foundation in een aantal landen en talen. In de volgende paar minuten zal ik u vertellen over enkele van OCLC's projecten om de banden tussen Amerikaanse openbaar bibliotheken en Engelse Wikipedia te versterken. Daarna hoor je van mijn co-presentatoren in deze sessie hoe Wikipedia werkt met en wordt gebruikt in openbare en academische bibliotheken in Nederland. Een paar jaar geleden startte het OCLC-programma WebJunction een trainingsprogramma voor medewerkers van openbaar bibliotheken en het heet Wikipedia and Libraries Better Together. WebJunction's unieke benadering van deze training gebruikte vier leertrajecten voor bibliothecarissen om met Wikipedia te werken. Deze vier trajecten waren community opbouwen met Wikipedia, samenwerken voor een groter bereik, verhalen versterken met Wikipedia en informatievaardigheden leren met Wikipedia. Het eerste traject ging over schrijfbijeenkomsten, oftewel editathons, en andere Wikipedia-gerelateerde initiatieven zoals 1Lib, 1Ref, en hoe bibliotheken Wikipedia kunnen gebruiken om de betrokkenheid van hun gemeenschappen op te bouwen. Het tweede deel van de cursus liet zien waarom het logisch is om een Wikibrarian, of anders gezegd, een bibliothecaris op Wikipedia te zijn. Het gaat in op hoe het schrijven van Wikipedia kan variëren van het corrigeren van grammatica en het bijdragen aan artikelen tot het meewegen van verwijderingsdiscussies of andere administratief werk. Het derde deel van de cursus behandelt hoe bibliothecarissen thematische collecties en lokale onderwerpen helpen de aandacht te krijgen die ze verdienen. En hoe bibliotheekmedewerkers verhalen kunnen vertellen die belangrijk zijn voor hun gemeenschap door middel van Wikipedia-evenementen en andere gerelateerde programmering. Als u begrijpt wat er achter de schermen gebeurt, is het gemakkelijker om Wikipedia-artikelen te beoordelen op nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Het vierde traject leerde bibliothecarissen om klanten te begeleiden bij het kritisch gebruik van Wikipedia. De cursus eindigde in 2018, maar het curriculum en andere leermiddelen zijn allemaal nog steeds gratis beschikbaar op de WebJunction website. Nu de training voorbij is, blijven bibliotheekmedewerkers Wikipedia gebruiken om hun gemeenschappen beter van dienst te zijn en de verbindingen, leermaterialen, verhalen en resultaten die van dit initiatief ontvouwen zich nog steeds. Eén laatste project om over te praten is ons werk met het National Network of the Libraries of Medicine in de VS. Het is in deze tijden van COVID-19 overduidelijk dat de verspreiding van verkeerde informatie op internet schadelijk is en kan zijn voor de volksgezondheid. Omdat Wikipedia een go-to-bron is voor gezondheidszorg en medische informatie, niet alleen voor het grote publiek, maar ook voor zorgverleners, het is cruciaal voor bibliotheekmedewerkers om te weten hoe nauwkeurig en betrouwbaar gezondheidsinformatieartikelen op Wikipedia zijn. We werkten samen met de National Network of the Libraries of Medicine om een cursus te maken om bibliothecaris te helpen met het begrijpen van de geschiedenis, organisatie, richtlijnen en redactionele processen van Wikipedia. En ook te helpen met het evalueren van de betrouwbaarheid van gezondheids- en medische artikelen op Wikipedia. Deze cursus van 4 weken loopt van 5 oktober tot 2 november 2020. En het aanmeldingsformulier is te vinden op de link op deze pagina. Heel erg bedankt voor uw aandacht. Ik draag u graag over aan Denise Janssen-Jonkman, projectcoördinator bij Wikimedia Nederland. Dankjewel Stef voor je inspirerende presentatie. Mijn naam is Denise Janssen, ik ben projectcoördinator bij Wikimedia Nederland. Wikimedia Nederland is een sparringspartner voor bibliotheken in Nederland die interesse hebben in samenwerking met Wikipedia en haar zusterprojecten.
We adviseren en begeleiden bibliotheken bij hun wiki-activiteiten. En naast Wikipedia zijn er ook andere wiki-projecten waar bibliotheken en hun bezoekers actief op zijn. Op deze slide zie je de verschillende projecten die door de Wikimedia-beweging worden onderhouden. We zien momenteel dat vanuit bibliotheken de meeste activiteiten zich richten op de projecten Wikipedia, Wikimedia Commons en Wikidata. En die zal ik daarom vandaag introduceren. Wikipedia bestaat volgend jaar alweer 20 jaar. Het begon als een experiment en is uitgegroeid tot een encyclopedie met 303 taalversies. De Nederlandstalige Wikipedia bevat ruim 2 miljoen artikelen. De Engelstalige Wikipedia is de grootste versie met meer dan 6 miljoen artikelen. En Wikipedia is een online encyclopedie. Dat houdt in dat er bestaande kennis beschreven wordt, dat informatie verifieerbaar moet zijn en dat artikelen zelfstandig gelezen moeten kunnen worden. De teksten worden neutraal geschreven. Dat betekent ook dat niet elke persoon of elk onderwerp een artikel op Wikipedia verdient. Niet alles of iedereen hoort thuis in een encyclopedie. En twee factoren die dragen bij aan het succes van Wikipedia. Het aantal bezoekers en het gemak waarmee fouten verbeterd kunnen worden. Anders gezegd, hoe meer mensen een artikel lezen, hoe groter de kans dat iemand een fout ziet en verbetert. Iedereen kan en mag dus meewerken, maar zomaar wat opschrijven is niet de bedoeling. Artikelen moeten helder geschreven zijn en voorzien van bronverwijzingen. En Wikipedia wordt onderhouden door een wereldwijde gemeenschap vrijwilligers die artikelen schrijven, aanpassen, maar ook controleren. En omdat alle teksten op Wikipedia vrij herbruikbaar zijn door iedereen, is het belangrijk dat er geen teksten worden toegevoegd die één op één zijn gekopieerd van een bestaande bron, tenzij er uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. Dit is omdat er auteursrechten rusten op de teksten van externe bronnen. Dan Wikimedia Commons. Wat is dat? Wikipedia-artikelen worden geïllustreerd door afbeeldingen, video's en soms ook geluidsfragmenten. Deze illustraties mogen niet zomaar van het internet gehaald worden en geplaatst. Dat heeft ook weer te maken met auteursrechten. Illustraties die je op Wikipedia ziet, komen uit de beeldbank Wikimedia Commons. In deze beeldbank staan 63 miljoen mediabestanden die net als bij Wikipedia door iedereen kunnen worden toegevoegd en hergebruikt. Zowel particulieren als organisaties stellen afbeeldingen ter beschikking voor hergebruik op Wikipedia en daarmee ook automatisch voor buiten Wikipedia. Hiervoor worden oproepen gedaan en fotowedstrijden georganiseerd door de gemeenschap zelf, maar ook door organisaties. In Nederland delen instellingen als Afrika Studiecentrum, Rijksmuseum, Nationaal Archief en Koninklijke Bibliotheek ook items uit hun eigen collectie via Wikimedia Commons en bereiken hiermee een wereldwijd publiek. Naast Wikipedia en Wikimedia Commons is er Wikidata. Wikidata is, net als Wikipedia en Wikimedia Commons, een online project waar iedereen aan bij kan dragen. Ook Wikidata wordt bewerkt door zowel vrijwilligers als door organisaties. Wikidata is een snel groeiend project binnen de Wikimedia-beweging. In het algemeen is het doel om gegevens die in artikelen op Wikipedia en elders kunnen worden gebruikt te organiseren. Wikidata is een gestructureerde database die, anders dan Wikipedia, machine doorzoekbaar is. Een Wikipedia-artikel kun je lezen, maar wanneer je bijvoorbeeld wilt uitzoeken hoeveel straatnamen er wereldwijd vernoemd zijn naar in Nederland geboren schrijvers, is dat een hele klus op Wikipedia, zo niet onmogelijk. Wikidata geeft die mogelijkheid wel. Door middel van zoekopdrachten kun je de database allerlei vragen stellen en daardoor is Wikidata ook heel geschikt voor onderzoekers. Wikidata linkt diverse wiki-projecten aan elkaar. Naast interne links worden vanuit Wikidata ook links gemaakt naar data buiten wiki-projecten. Bij een item over een schilderij bijvoorbeeld kun je vinden in welk museum het te bezichtigen is, maar er staat ook een link naar de collectiewebsite van het museum. En je vindt links naar andere bronnen die het schilderij beschrijven. Wikidata maakt informatie vindbaar en verbindt bronnen aan elkaar. Wikidata is een interessant speler op het gebied van linked open data. En hoewel dit misschien allemaal heel technisch klinkt, is er veel handmatig werk dat juist ook door mensen moet worden gedaan. En net als bij Wikipedia en Wikimedia Commons kan iedereen daaraan bijdragen. Nou, met deze uitleg heb je een basisbeeld van Wikimedia projecten en wat ze inhouden. Stef heeft al een aantal voorbeelden gegeven van projecten van OCLC in samenwerking met Wikimedia Foundation. Maar ook in Nederland zijn bibliotheken die wiki-activiteiten in hun pakket hebben opgenomen. Voor activiteiten rondom Wikipedia worden uiteenlopende bijeenkomsten georganiseerd. Je kunt hier denken aan workshops voor beginners, hoe bewerk ik Wikipedia, schrijfbijeenkomsten, schrijven of aanvullen van artikelen, of het uitvoeren van bronnenonderzoek. Wikimedia Commons, de beeldbank, bevat al veel afbeeldingen, maar is natuurlijk niet compleet.
hoe goed is uw gemeente of stad al vastgelegd in beeld en beschikbaar op Wikimedia Commons? Het kan leuk zijn om uw bezoekers uit te dagen om foto's te maken en deze toe te voegen aan Wikimedia Commons. Collectiehoudende bibliotheken doneren daarnaast beelden uit hun eigen collectie. Wikidata-activiteiten zien we in openbare bibliotheken in Nederland nog niet terug. Wel zijn er genoeg laagdrempelige tools waarmee je bezoekers aan de slag zou kunnen laten gaan. Collectiehoudende bibliotheken en wetenschappelijke bibliotheken zijn hier wel actief in, zoals je ook in de presentatie van Jos zult horen. Nou, wat levert het op? Natuurlijk is het heel afhankelijk van welke activiteit een bibliotheek oppakt. Maar dit is wat je kunt verwachten. Samenwerking biedt een heel divers aanbod van activiteiten voor je publiek. Je bereikt een groot publiek, je draagt actief bij aan kennisdeling en je doet een bijdrage aan open kennis en open data. En daarnaast is het een onderdeel van dienstverlening aan de plaatselijke samenleving. Dus werken met Wikimedia biedt zeker kansen voor bibliotheken, bibliotheekmedewerkers en hun publiek. En daarom zijn OCLC en Wikimedia Nederland samen aan het kijken naar mogelijkheden hoe we bibliotheken hier verder in kunnen ondersteunen. Jos, aan jou nu het woord. Ik ben benieuwd naar je praktijkvoorbeelden. Een goeiedag. 6 jaar geleden kwam een gedistingeerde mevrouw mijn kantoor binnenlopen. Ze had een schoenendoos bij zich en ze zei dat daar glasdia's in zaten. Ik had nog nooit van glasdia's gehoord. Ik vroeg waarom ze daarmee naar mij kwam en ze zei dat het natuurlijk om de inhoud ging. Haar vader had als jonge cultureel antropoloog van 1934 tot 1936 in Sierra Leone gezeten. Een klein dorpje bij de Porro, een bevolkingsgroep. Hij had daar veldwerk gedaan, onderzoek gedaan en had daar ook foto's genomen. En die foto's, een deel daarvan ligt hier op tafel. Een ander deel zat in die schoenendoos en waren glasdia's waarvan ze zei dat dat eigenlijk de mooiste waren. Ik heb vervolgens die glasdia's laten digitaliseren en gezorgd dat die in Wikimedia Commons gezet werden. En binnen een paar maanden hadden ze vanaf die plek hun weg gevonden naar verschillende taalversies van Wikipedia. En als je nu bijvoorbeeld het Engelstalige artikel over de Porro kijkt, dan staan daar prominent direct 2 prachtige foto's van Sjoerd Hofstra, genomen in 1934, vanuit de schoenendoos naar Wikipedia gekomen. Ik vond dat leuk en ik vond dat grappig om te zien en ook goed om te zien hoe je dus vanuit iets ouds naar iets nieuws over kan gaan. En de rol van bibliotheken verandert tegenwoordig. We zijn niet meer een boekenschuiffabriek, maar we proberen een rol te hebben in de samenleving. Die rol hebben we mede omdat we nu een hele digitale samenleving zijn. En als je die 2 bij elkaar trekt, dan zie je dat je als bibliotheek een goede plaats kan hebben in je omgeving, stad, regio, door samen met mensen uit de buurt, klanten, maar ook niet-klanten, te zorgen dat je die hele kennis opbouwt en ook de afbeeldingen die er van je stad zijn, oude, nieuwe, een plek geeft en op die manier zorgt dat ze beter voor het voetlicht komen. Dat geldt ook voor je eigen collectie. Vaak liggen er schatten van de regio, van oude musea, van teloor gegane instellingen, die een heel verhaal vertellen over de samenleving. En die heel nuttig zijn, niet alleen om als bibliotheek mee te werken en samen met mensen herinneringen op te halen, maar ook om die verder te laten komen en via Wiki een rol te geven in de maatschappij. Aan wat voor dingen moet je dan denken? Je moet dan denken aan dingen als bijeenkomsten waar je met mensen probeert een bepaalde eigen collectie voor het voetlicht te brengen. Als je bij een universiteit of hogeschool zit, kan je zorgen dat je de geschiedenis daarvan op een goede manier in beeld brengt en in kaart brengt en probeert dat verder te brengen. Maar je kan ook kijken naar monumenten in de buurt waar je foto's, oude foto's, nieuwe foto's, een tweede leven kan geven. Dat tweede leven kan alleen als dat op een gestructureerde manier gaat. En daar kan je als bibliotheek een rol spelen, namelijk door samen met bijvoorbeeld Wikimedia Nederland te zorgen voor een schrijfsessie. Of een sessie waarbij het gaat over monumenten of andere zaken uit de buurt. Oude toneelgezelschappen, zalen die er waren en er nu niet meer zijn, oude cafés. Er liggen zoveel schatten vaak onontdekt die een tweede leven verdienen. Ook als bibliotheek is het handig om daar een rol bij te spelen, omdat je niet alleen je publiek daar op een goede manier mee bedient,
maar ook je eigen medewerkers op een andere manier laat kijken naar de eigen collectie en kennis laat opdoen over fotografie, over auteursrecht en diverse andere zaken die in deze dagen heel belangrijk zijn. Je leert ze bovendien op een goede manier met een digitale bibliotheek te werken. En dat is ook voor medewerkers vaak heel bevrijdend en heel leuk. Even terug naar wat wij zelf bij het Afrika Studiecentrum hier bij de Universiteit Leiden gedaan hebben aan dat soort dingen. Behalve deze foto's en die schoenendoos met glasdia's, hebben we ook diverse andere collecties van een dame die heel Afrika doorgereisd had, van de Sahara tot Zuid-Afrika. Van een man uit Den Haag die jarenlang in Noord-Nigeria les had gegeven en daar prachtige foto's van had, onder andere van de Afrikaanse Spelen in Nigeria. Tot een gezelschap van 15 Utrechtse studenten die begin jaren 60, toen veel Afrikaanse landen net onafhankelijk werden, van helemaal rechts in Afrika, Port Sudan, tot helemaal links in Afrika, Dakar in Senegal, met een paar oude DAF-trucks getrokken waren en die ondertussen allemaal foto's gemaakt hadden. Ook die foto's hebben we laten digitaliseren en daar zaten juweeltjes bij van oude moskeeën, van straten en straatbeelden die er inmiddels heel anders uitzagen. En ook die hebben hun weg gevonden naar Wikimedia Commons en vandaar weer naar allerlei artikelen. Bijvoorbeeld, ik zag er eentje verschijnen bij een artikel over een dam ergens in Oeganda. Daar was toevallig een foto van gemaakt en dat kwam zo kwam het goed op zijn plek terecht. Wat we verder gedaan hebben is met Wikidata geprobeerd te spelen, te kijken wat we daarmee konden doen. Daar zitten een heleboel gegevens, maar het lijkt zo abstract. Wij zijn heel praktisch ingesteld. Wat we geprobeerd hebben is een webdossier, wij maken webdossiers over Afrika, een webdossier over schrijfsters in Zuidelijk Afrika, op een goede manier met behulp van Wikidata te structureren. Dat is gelukt en dat is. Ik sta altijd weer verrast van de resultaten die dat geeft. Het inspireert, het geeft energie en er is voor bibliotheken in de samenwerking met Wikipedia heel veel te halen. Voor we teruggaan naar Joep en Ellen, wil ik jullie alvast vertellen dat OCLC en Wikimedia Nederland dit najaar een webinar aan zullen bieden waarvoor jullie worden uitgenodigd. Het webinar zal dieper ingaan op samenwerking tussen bibliotheken en Wikimedia. Wanneer je nu al specifieke onderwerpen hebt die je behandeld wilt zien, geef dat dan gerust door. En namens Stef, Jos en mij, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid vanmiddag.